Schumann's miracle. Het idee is vrij oud. Wat is oud? Het is eigenlijk al ontstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen onder bepaalde regeringen in ballingschap. Namelijk de Belgische, de Nederlandse en de Luxemburgse. Het zijn de ministers in ballingschap die in Londen de blauwdruk hebben neergeschreven van het Benelux-verdrag. En een van de aspecten was geleidelijk aan evolueren naar een monetaire unie. Tussen de Belgische frank, de Luxemburgse frank, dat was een aanhangsel van de Belgische, en de Nederlandse gulden. Dat was een mooi idee. En toen constateerde men heel snel dat schommelende wisselkoersen tussen de landen de vrijhandel belemmerde. Want als een land de koers van zijn munt liet zakken, dan werd het goedkoper bij de uitvoer en duurder bij de invoer. En dan kon het dus producten uit het buitenland afremmen en zijn eigen producten, bij wijze van spreken, gesubsidieerd uitvoeren naar de buurlanden. Oneerlijke concurrentie. Zeer storend. Men zou dus beginnen met een systeem van stabilisering van de wisselkoersen. En dat heette de EMU, de Europese Muntunie. Met het monster van Loch Ness, dat een bevrijdende rol zou spelen, namelijk de slang, de muntslang. Men bepaalde een bandbreedte tussen de welke de wisselkoersen van elkaar mochten afwijken, maar niet meer dan 2%. En dat is in voege getreden. Met een eerste blauwdruk van een Europese munt, een soort schaduwmunt, de EQ. Verwijzend naar de munten te tijden van de glorievolle Bourgondiërs, de EQ, dat was een rekeneenheid, was een kredietmiddel, maar geen betaalmiddel. En dan, zoals het vaak gebeurt in de geschiedenis, hebben we moeten wachten op het kantelen van de geschiedenis in Europa, namelijk de val van de muur van Berlijn, de explosie van de Sovjet-Unie, de implosie van het communisme en het einde van de Koude Oorlog zonder slag of stoot, zonder één schot te lossen, terwijl beide kampen tot de tanden toe gewapend waren met stapels atoomwapens. Een mirakel van de geschiedenis. We spreken dus van eind november 1989. Europese ministers kwamen eigenlijk bijna permanent bijeen. En dan is een Europese topbijeenkomst, spoedbijeenkomst, bijeengeroepen in Straatsburg. In een zaal van het toenmalige, niet het Europese parlement, maar de Raad van Europa. Had dat toen reeds een mooi gebouw. En daar had de vergadering plaats tijdens de dag. Maar de belangrijke gesprekken hadden maar plaats na de maaltijd, 's avonds, en dat was in Le Palais de Rohan. Wij zaten dus na het diner in een heel mooi salon. Het was een beperkt gezelschap toen. We waren toen met 12 lidstaten, dus er waren 12 staatshoofden. En toen mochten de minister van Buitenlandse Zaken altijd meegaan met de staatshoofden, om te verhinderen dat ze te veel dwaasheden zouden begaan. En we zaten daar samen. Ik zat daar met Wilfried Martens, Helmut Kohl, Thatcher, Lubbers, enzovoorts. Mitterrand. Mitterrand natuurlijk, was de president, ja. En daar werd dus gepraat over de toekomst. En we kregen een tekst die was klaargemaakt door de medewerkers. En die werd daar voorgelezen. En daarin stond dat de leden van de Europese Unie met alle middelen, politieke, diplomatieke, financiële, economische middelen, de hereniging van het Duitse volk, de German people, zouden steunen en bewerkstelligen. Toen viel een paar seconden stilte. En de heer Lubbers, die altijd nogal
krachtdadig was, die nam het woord en die zei, maar wat ik hier lees, schande. De hereniging van het Duitse volk, maar dat heb ik nog gelezen voor de oorlog. Wat betekent dat het Duitse volk zijn, dat de Duitsstaligen ook in Zwitserland, in België, in Tsjechië, er leefden nog een paar, gaat u allemaal verzamelen weer. Dus Helmut Kohl die schrok daarvan natuurlijk, van die reactie. Lubbers werd bijgetreden door mevrouw Thatcher. Dit ook heel heftig. De heftigheid van Lubbers toen heeft een paar jaar later het presidentschap gekost van de Europese Commissie. Hij was toen kandidaat en finale is het Santerre geworden. Tot daar aan toe. Dus woorden wreken zich soms. Maar dus op die vergadering in Straatsburg heeft dus Mitterrand, die het onweer zag opdagen, gezegd, kijk, ik stel voor om even de vergadering te onderbreken. Ik zal mij even verwijderen met mijn vriend Helmut Kohl, hiernaast in het salon. En we zaten daar te keuvelen over koetjes en kalfjes. Een half uur, drie kwartier. En toen ging de deur weer open. Mitterrand, gevolgd door Helmut Kohl, komen binnen. En Mitterrand, die kopieerde wel wat de houding van de Romeinse keizers, zoals wij die voorstellen. Mitterrand had een heel bijzonder profiel. Hij had een hele scherpe neus, zoals die prijkt op de borstbeelden van de Romeinse keizers. Hij schreed vooruit. Hij liep niet, maar hij schreed vooruit, heel statig. En dan ging hij naar zijn zetel, gevolgd door Kohl, die naast hem ging plaatsnemen. En dan zei Mitterrand, cher collègue, j'ai à vous proposer un compromis historique. Stilte. En dan begon hij te lezen. Wij gaan met alle middelen, politiek, economisch, financieel, diplomatiek enzovoorts, de hereniging steunen van beide Duitslanden. Wij maken een einde aan het laatste litteken dat dwars door Europa ging sinds het einde van Wereldoorlog II. Stilte. Ontroering. Vooral Helmut Kohl. Helmut Kohl hoorden we snikken. En Mitterrand gaf hem natuurlijk het woord op dat moment. En Helmut Kohl zei, kijk, zegt hij, wat hier nu gebeurt, dat is mijn levensdroom. Ik heb daar altijd van gedroomd, maar nauwelijks in geloofd. En nu gebeurt dat. Hoe kan ik u danken? En dat was zeer pakkend. Wij moesten allemaal slikken. Ja, werkelijk, dat was. Ministers hebben ook gevoelens, hè? En dus we waren allemaal eigenlijk een beetje tot tranen toe bewogen. En dan zei Mitterrand, nu gaat onze vriend Helmut ook een verklaring afleggen. Dat was ook iets waar we tijdens de onderbreking over gesproken hadden. Het was natuurlijk evident dat met name Groot-Brittannië en zelfs Frankrijk toch wel enig probleem hadden met de hereniging van beide Duitslanden. In het besef dat het dan midden in Europa een enorm land creëerde. Het meest volkrijke land van Europa. Met die Duitse dynamiek. Het Westen zou er wel in slagen om Oost-Duitsland helemaal op te krikken. En dat het een supermacht zou worden in Europa. En de macht nu in het toenmalige Europa van Frankrijk en Groot-Brittannië zou fnuiken. Dus zij dachten aan een methode om de hereniging van beide Duitslanden toe te laten, want men kon dat niet terugschroeven, maar te onderwerpen aan voorwaarden die de macht van Duitsland op een of andere manier zouden breidelen en muilkorven. En dat was het nummer afgesproken tussen Mitterrand en Kohl tijdens de onderbreking. Dus na een moment van ontroering nam Kohl het woord opnieuw en andermaal begonnen ons te bedanken. En zei, kijk, zegt hij, ik wil namens Duitsland, namens de Bondsrepubliek, ook iets doen. Iets waar jullie veel belang aan hechten.
Ik weet dat jullie veel belang hechten aan de monetaire unie. Dat brengt stabiliteit in Europa. Voor ons Duitsland is dat een serieuze inspanning. De Duitse mark is een van de sterkste munten van de wereld. De sterkste munt in Europa. De referentiemunt in de slang. De Duitse Bundesbank is een zeer gerespecteerde centrale bank in de wereld. Wel nu, ik ben bereid te verzaken aan de Duitse mark. Ik ben bereid de Bundesbank ondergeschikt te maken aan een op te richten Europese centrale bank in het raam van een op te richten Europese monetaire unie en het invoeren van een enige Europese munt. Stilte. En dan Mitterrand, was waarschijnlijk allemaal afgesproken tussen Mitterrand en Kohl. Die nam dan opnieuw het woord en zei, kijk, dat is natuurlijk een uitermate belangrijke geste vanwege onze Duitse vriend. Wij danken hem daarvoor. En wij willen ook werken aan de uitvoering daarvan. En de enige manier om dat tot stand te brengen is de hereniging van beide Duitslanden. En de vervolmaking van de Europese Politieke Unie te koppelen aan de uitbouw van de Monetaire Unie. We gaan dus die beide dossiers verenigen en we gaan die samen onderhandelen. En ik stel voor, zei Mitterrand, om een conferentie bijeen te roepen. Die geven we de tijd die daarvoor nodig is, 1 jaar, 2 jaar. Die dan een nieuw verdrag moeten uitwerken. En we gaan dat toevertrouwen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en aan de ministers van Financiën. En toen werd besloten om dat te doen. En om Lubbers te paaien werd gezegd, we kunnen dat doen ergens in een Nederlandse stad. Ja, zei Lubbers, ik heb er één die op de grens ligt. Tussen 3 landen, België, Nederland en Duitsland. Maastricht. Ze hebben beide dossiers gekoppeld. En dat kwam Frankrijk vooral en ook Engeland goed uit. Met de Monetaire Unie hadden zij, aanhalingstekens, de zekerheid dat de Duitsers zouden braaf zijn en onderworpen aan de discipline van een Europese centrale bank. En dat de Duitse mark zou verdwijnen. En dus het grote probleem was eigenlijk toch wel de toenemende soevereiniteitsoverdracht, die ook in het verdrag van Maastricht was ingebakken, zeker met de Monetaire Unie. En de Britten waren zeer negatief. Mevrouw Thatcher deed heel, heel, heel dwars. En dus in Engeland zaten we daar rond de tafel. En dat ging dus over soevereiniteitsoverdracht en het steeds machtiger worden van de Europese gemeenschap was dat toen nog. Het was nog niet de Europese Unie. Brussels. The role of Brussels and the bureaucrats of Brussels. En dan zei Jacques Delors, ja, in mijn jeugd, zegt hij, was ik een christendemocraat. En nadien ben ik socialist geworden, omdat in Frankrijk de christendemocratie is geïmplodeerd. Na het aan de macht komen van de Gaulle is daar niets van overgebleven. Maar, zegt hij, als christendemocraat heb ik de sociale encyclieken bestudeerd van de pausen. Rerum novarum. En 40 jaar later, quadragesimo anno. En daarin heb ik een begrip ontdekt dat ons hier misschien kan depaneren. Wat? Zo'n pauselijke encycliek? What's that, Jacques? You're joking. En nee, zegt hij. Daar staat het begrip subsidiariteit in. En de paus hanteert dat begrip als een mogelijke verzoening tussen de rol van de staat en het vrij katholiek onderwijs. En het standpunt van de paus is, we laten het vrij initiatief in zaken onderwijs aan bod komen. Die mogen doen wat ze kunnen. Maar als ze iets niet aankunnen, dan gaat dat naar een hoger echelon. En dat is dan de lokale regering of de nationale regering. Wel, zegt Jacques Delors, dat beginsel, subsidiariteit, kunnen we ook toepassen op Europa. We laten de lidstaten nog steeds doen wat ze kunnen doen. Maar wat ze niet meer kunnen doen, dat gaat naar een hoger niveau. En dat is dan het Europees niveau.
Dat werd dus een soort federale structuur sui generis met nog vele confederale elementen. Ik noem dus Europa sedert 10 een confederale federatie of een federale confederatie. Ja, en heel vreemd, de Britten hebben dat aanvaard. Dan heb ik gezegd, oké, dat kan. Natuurlijk, de Britten interpreteerden subsidiariteit als een subsidiariteit vooral naar beneden toe. Zoveel mogelijk bevoegdheid op het laagste echelon, dat is de nationale staat. En andere landen interpreteerden de subsidiariteit omgekeerd als zoveel mogelijk competenties naar boven toe. Maar dat is ingebakken in het verdrag van Maastricht en daar wordt nog vaak naar gerefereerd, naar de subsidiariteit. Ja, natuurlijk, inmiddels is de toestand zeer grondig veranderd. Ik zeg dat vaak ook, publiekelijk. Wij beseffen niet, de bevolking en ook de politici in onze nationale parlementen beseffen niet dat 70% van de beslissingen, zogenaamde beslissingen en besluiten, genomen door nationale regeringen, door deelstaatregeringen, eigenlijk het gevolg zijn van Europese besluiten, bepalingen, regels, reguleringen enzovoorts. 70%. We zitten dus helemaal in een Europees gareel. Denk aan het monetair beleid, het begrotingsbeleid, het klimaatbeleid, het energiebeleid, alle beleid, het landbouwbeleid, alle mogelijke beleiden zijn in grote mate geeuropeaniseerd. En Jacques Delors, die nog steeds leeft, hè, maar hij is diep in de 90, was een buitengewoon man. Dat was de echte president van Europa. Charles Michel is een voorzitter, chairman. Maar Jacques Delors, he was the president. Hij had een zeer grote invloed. Die telefoneerden ook geregeld. En die kwam dus naar elke vergadering. En die woonde alle vergaderingen bij. Hè. Niet alleen de vergaderingen van de premiers en van de minister van Buitenlandse Zaken, maar ook die van Financiën, van Economie enzovoort. Dus hij wist ook alles. En die kwam een vergadering binnen altijd met een notaboekje. En dan, meestal opende hij de vergadering, of ik kreeg onmiddellijk het woord, en zei, kijk, zei, vorige maal heeft minister X daar toch wel een interessant voorstel gedaan. Ik heb het toen genoteerd. We moeten daar eens verder over praten. En zo bracht hij een zekere continuïteit in de gedachtegang en bracht hij ook mogelijke compromissen weer op tafel. Dus Jacques Delors heeft enorm gewerkt aan de eenmaking. Hij verdient een groot standbeeld. Hij is dan ook wel... 10 jaar voorzitter geweest van de commissie. Ja, die was heel groot van gestalte en vooral breed. Hè? Was een hele, ik neem aan dat die man tenminste 100 of 110 kilogram woog. Ja, en toen ook een vrij sonore stem. Die kon nogal boos lijken omdat hij zulke een enorme gestalte had. Zo'n kolossaal lichaam. En als hij zich opwond, begon dat te schudden. En dan vreesde je de uitbarsting van een vulkaan. Maar in de wandel was het een aangename man. Thatcher kon agressief zijn. Wij kenden op voorhand haar dogma's. Ze zei vaak hetzelfde. Maar als er een akkoord was, was zij bijna de eerste om het uit te voeren. Dus ze was heel hard in haar houding, maar bijzonder correct in het uitvoeren. Hoe was zij op persoonlijk vlak? Charmant. Charmant. Dat is niet wat we meteen verbinden met Thatcher. Zo. Wel, ik moet zeggen, toen ik de eerste keer met haar heb kennis gemaakt, toen was ik premier en toen zaten we in alfabetische orde rond de tafel en United Kingdom, de U, kwam aan het eind. En België met een B kwam eerst. En dus rond een ovale tafel zat ik naast Thatcher. En ik herinner me, als ik naast haar ging neerzitten, we hadden natuurlijk elkaar de hand gereikt en elkaar voorgesteld. Toen, ik had een lijvig dossier bij van de medewerkers op tafel en ik plooide dat open. En de camera's van de journalisten waren volop bezig ons te filmen. En toen gaf Thatcher mij onmiddellijk een elleboogstoot. Close your files. They are filming what is written there. Don't do that. Ze had dus ervaring met journalisten die ook
confidentiële teksten zouden filmen en uitbrengen. Nog voor de schootnota. Dus ik deed mijn dossier terug dicht. En ik was getroffen door het feit dat zij heel bijzonder geurde. Zij gebruikte een heel speciale parfum. Ik kende die van mijn vrouw, maar zij had een heel bijzonder originele parfum. Die al bij al leek op een soort babygeur. Zo, ik ben de vader van 5 kinderen, dus ik was ook wel gewend aan hoe een baby ruikt als die door de moeder wordt ingepoederd nadat de pamper is ververst. Zo was dat. Dus een bijna infantiel geurtje voor een vrouw die eigenlijk haar man stond. Hè? Dus dat was een hele, hele leuke ervaring. IJzeren dame, hè? Ja, ja, Iron Lady, ja, ja. Die daar roosjes voor. Ja, ja, ja. Dat is de pen waarmee ik het vandaag heb ondertekend. We hebben dat dan gekregen nadien. Iedere ondertekenaar kreeg zijn pen mee naar huis. Het is een Montblanc vulpen, bekend merk. En daar staat op Maastricht 7/2/1992. Dus de 7 februari 1992. Dat is, ja... bijna 30 jaar geleden. Ik ben eens terug geweest onlangs, van een paar jaar geleden, heeft men de 25e verjaardag gevierd. Met de survivors, de overblijvers van de ondertekening. Ik wou er niet veel meer na de ondertekening. Ja, de ondertekening van het Verdrag van Maastricht, dat is dan later gebeurd. In februari 92 werden we uitgenodigd door koningin Beatrix. Eerst in het provinciaal paleis van Maastricht en dan een lunch voorgezet door de koningin in het hotel Neerkanne. Misschien kennen jullie dat. Dat ligt op de grens tussen de 3 landen, België, Nederland en Duitsland. Dat is een oud kasteel. Dat is een mooi restaurant. Daar zaten we allemaal dus. Voorgezeten door koningin Beatrix. En aan het dessert nam die het woord. Spreekt feilloos Engels. En zij feliciteerde ons en zij zegt, ja, toch een historische gebeurtenis, monetaire unie enzovoorts. En toen deed ze haar handtas open en haalde daar een muntstuk uit. En zei, kijk, kent u het gelaat dat hierop staat? Dat ben ik, dat is mijn beeldenaar. Daar staat Beatrix op. Wel nu, zei ze, ik ben hartstikke blij dat in het vervolg mijn beeldenaar zal verdwijnen van de Hollandse bankbiljetten en zal vervangen worden door een Europees symbool. Dat offer breng ik graag, want ik ben een Europeaan, een overtuigd Europeaan en ik wil dus dat offer brengen. Ik veeg mijzelf uit, ik ga op de achtergrond en ik feliciteer u voor wat u allemaal gedaan hebt. Groot applaus. Schumann's miracle.